Hallo allemaal, wat super leuk dat jullie weer kijken. Voor deze week wil ik graag laten zien hoe je fantasiebloemetjes kan tekenen. Ik heb hier al een tekening gemaakt voor een idee. En die heb ik ook in kleur. En wat natuurlijk ook leuk is om dat op een klein kaartje te tekenen die je aan iemand kan versturen. Dat kan er zo uitzien. Of één bloemetje op een kaart. En ik ga nu even laten zien hoe je dat kan aanpakken. Ik begin hier met de middelste bloem. Ik zet er een paar bloemen bij elkaar. Dan teken je gewoon zo'n steel. En dan een spiraalvorm. En vervolgens teken je er blaadjes op. En dan komt er hier een andere bloem met een andere vorm. Het leuke van de fantasiebloemen is dat het helemaal niet uitmaakt wat voor vorm ze hebben. Ze hoeven helemaal niet te lijken. Dat mag je gewoon lekker zelf weten. Bij elkaar ziet het er altijd heel leuk uit. En dan teken ik hier nog een bloem, weer in een andere vorm. Hartje bovenop. Dit zijn de blaadjes. In die blaadjes teken je dan kleine blaadjes. En dan kan je er nog een grote bloem achter tekenen. En zo zie je dat het heel gemakkelijk is om een leuk bloemenveldje te tekenen. Hier zie je ze nog een keer bij elkaar op een klein kaartje. En hier had ik gekozen voor één bloemetje op een kaartje. En ga lekker verder ook je eigen fantasie gebruiken. Veel plezier met deze tekentip. En als je leuk werk hebt gemaakt, zie ik het graag. En tot de volgende keer.